non-attached, Madame Laurence Stassen. Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, geachte collega's. De Europese Unie is in feite al failliet. Het trekt Nederland langzaam mee in een zinkend moeras. De euro moest en zou in landen als Griekenland worden ingevoerd, ongeacht de enorme risico's die vooraf bekend waren. Door die beslissing zitten we nu in een crisis die zijn weerga niet kent. Ondertussen mogen Nederlandse burgers de rekening hiervoor betalen. De eurofielen die deze problemen hebben veroorzaakt, willen nu zelfs nog een stap verder gaan. Zo pleit voorzitter Barroso openlijk voor het invoeren van eurobonds. Het is een absurd idee, meneer Barroso. De eurocrisis is ontstaan doordat zuidelijke eurolanden te gemakkelijk geld konden lenen. Het laatste wat we nu nodig hebben zijn eurobonds waar het nog eenvoudiger wordt om schulden te maken. Dat is het recept voor een volgende crisis. Wie denkt u eigenlijk te vertegenwoordigen, meneer Barroso? Het is toch bekend dat lidstaten als Nederland fel tegenstander zijn van deze eurobonds. Waarom steunt u niet de landen die de Europese Unie nog overeind houden? Voorzitter, het is wat ons betreft helder. De heer Barroso kiest partij voor de eurozondaars. Ondertussen worden landen die hun huishoudboekje op orde hebben, zoals Nederland, als een citroen uitgeperst om de rekening te betalen voor bijvoorbeeld het frauderende Griekenland. Yes. Meneer Barroso, wat de Partij voor de Vrijheid betreft, kan u alvast uw bureau leegruimen en op zoek gaan naar een nieuwe baan. De voorzitter van de commissie hoort de belangen van alle landen te behartigen. Wat de Partij voor de Vrijheid betreft, bent u daar duidelijk niet toe in staat. Dank u wel. Dziękuję.